You Make Me Feel So Good wordt mogelijk gemaakt door Brainwash en Winkelhacht Etten-Leur. Welkom terug bij You Make Me Feel So Good. Deze aflevering een moeder en een dochter. Beide erg onzeker en hebben een negatief zelfbeeld. Simone is 14 jaar en vindt zichzelf lelijk en dik. Moeder Margot ziet haar onzekerheid in haar dochter terug. Bij een nieuwe look horen natuurlijk ook nieuwe schoenen. Dijon is voor de dames passende stappers aan het uitzoeken. Dit seizoen zien we wel veel reptiel- en dierprints in de schoenen. Ook in de westernlaarzen komt dit terug. De makkelijke ballerina met de rubberen zool is deze zomer helemaal hot. Nu met een variatie, de hak. En geïnspireerd door de sneaker, een sportieve schoen met een plateauzool. Zo, vanmorgen ben je lekker wezen winkelen. Ja. Vandaag gaan we wat met je haar doen. Maar mijn vraag is natuurlijk, wat wil jij niet? Nou, ik wil het echt niet heel kort. Ik heb het ooit heel kort gehad. Ja. En dat wil ik dus echt niet meer. Ik wil het wel graag een beetje vrouwelijk houden. Oké, okay, is goed. Dus de lengte mag ongeveer een beetje blijven. En met de kleur, had je daar nog wensen voor? Nee, niet specifiek. Ik denk niet heel blond of zo. Maar verder mag je alles met me doen. Oké, want je had ook een paar foto's bij, wat je absoluut niet wilde. Ja, ik heb een collage gemaakt, maar ik had hier heel specifiek dus een foto wat ik heel kort haar op heb. Ja, dat is wel heel kort inderdaad. En dat vond ik dus echt niet leuk meer. En dat wil ik dus echt niet. En hier had ik ze wel wat stijler en een kortere pony. En ik denk, dat geeft wel een opere blik. Oké, dat weet ik genoeg. Oké. Gaat het goed komen. Ja, nou, fijn. Toen ik me gewoon binnen zag komen vanmiddag, zag ik echt een ouderwetse permanent erin zitten. Maar permanent is echt helemaal niet meer van deze tijd. Dus ja, daar zag ik wel snel dat er verandering aan moest gebeuren. Ze heeft een wat ronder gezicht, dus de lengte in de nek die ze had, maakt het gezicht alleen maar ronder. Dus ik heb de lengte in de nek wat korter gemaakt, zodat het gezicht wat minder rond lijkt. Dat ze ook wel minder dat matjes effect krijgt. Maar gewoon heeft heel fijn haar en ik heb met dit kapsel geprobeerd om het weer een mooie volle bos te laten lijken. Kijk, en dan weet jij niet. Maar jouw moeder zit aan de andere kant van dit schot en je mag ze niet zien. Maar je mag wel tegen haar praten. Hi, mam. Stekels was het, hè? Nee. De rest mogen we alles doen. Ja. Zo, nou zit je hier lekker in de stoel. Hoe vaak ga je eigenlijk naar de kapper? Ja, 1 keer in de 6 weken. 1 keer in de 6 weken? Ja. En laat je altijd hetzelfde doen of doe je ook wel eens wat verschillend? Ja, meestal wel hetzelfde, gewoon puntjes. Hetzelfde, de puntjes. Ja. Wat zie jij bij jullie vaak in de klas? Wat je nou ziet bij je klasgenootjes? Ja, toch wel niet zoveel donker meer. Niet zoveel donker meer. Meer inderdaad blond en een beetje heel lichtbruin of zo. Maar niet echt zo. We gaan nu ook meer, een beetje naar de zomer, hè? Dus dan daarom. Komen al die blonde tinten weer. Wat zou je zelf nou graag willen? Ik heb niet echt een voorkeur naar iets. Je hebt of zo. Niet echt een voorkeur? Ja, ik zou wel iets heel anders willen, maar niet te kort. Niet te kort? Ja. Simone was een heel onzeker meisje toen ze binnenkwam. Ze was helemaal achter de pony weggedoken en achter die grote bril. En ze was gewoon heel erg onzeker. We hebben juist lagen in haar gezicht gedaan, zodat haar ronde gezichtje wat slanker lijkt. We hebben het wel een beetje natuurlijk gelaten beide.
We hebben een spoeling gebruikt aan de onderkant. Ik heb niet alles geverfd en de bovenkant heb ik gewoon leuk wat highlights gedaan. Dat is leuk voor de zomer. Maar omdat ze nog zo jong is, is het eigenlijk niet nodig om echt vast te kleuren. En met die highlightjes doet ze wel heel erg lang en dat is gewoon heel erg leuk. Mijn doel met dit kapsel was dat ze zelfverzekerder zal worden en dat ze echt haar eigen weer goed gaat voelen en lekker in de vel komt te zitten. Voordat we naar het resultaat gaan kijken, gaan we eerst langs de opticien. Marielle en Simone brachten eerder die dag al een bezoekje. Dit is Simone. Dag Simone. Simone is 14 jaar. Ze heeft al een bril en wil heel graag dat ze een andere bril krijgt. Leuk. Maar mijn eerste vraag is, wat vind je van haar bril? Niet gek. Leuke bril. Alleen als ik kijk naar de rand van de voorkant, dan staat die vrij laag. En dan verhult een klein beetje de ogen. Ze heeft mooie grote ogen, dus dat is een zonde. Wat zou je haar adviseren? Ik denk een bril waarbij je ogen meer naar voren laat halen. Deze is qua kleur niet slecht. Alleen de donkere wenkbrauwlijn maakt het misschien iets frisser. En dan zul je zien dat het totaalplaatje met kapsel wat meer in balans is. Ja. Klinkt wel leuk, toch? Ja, klinkt zeker leuk. Zullen we gewoon even lekker gaan passen? Ja, leuk. Ik zou dingetjes laten zien die op het moment in de mode zijn, die je veel ziet. Waarvan ik denk dat ze jou misschien leuk passen. Retro brillen zijn eigenlijk brillen die terugpakken naar modellen van het verleden. Dan zie je onder andere modellen terug, Clubmaster, zoals dat heet, is gewoon een naam. Je ziet ook modellen met diepere vormen van glazen in donkere tinten, heel grof, maar ook met accent op de zijkant. Daarnaast zie je als tegenhanger een klein beetje pasteltinten, bijvoorbeeld voor dames. Groen, blauw tinten en ook gewoon zwart. Ze worden voorlopig ook zeker nog niet kleiner, de modellen. Je gaat eigenlijk elke keer weer nieuwe kleine details zien. Dus ook hele klassieke damesmodellen in een nieuw jasje zijn voor jonge meiden op het moment hip. Handig die beetjes. Terug naar de kapsalon. De dames zijn in de verf gezet en voorzien van een sprekend laagje make-up. Ben benieuwd naar het eindresultaat. Voor de nieuwe moeder. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Simone, kan je ons horen? Ja. Dan komt je moeder gaat zichzelf nu voor het eerst zien, hè? Ja. Je mag niks zien, maar wel meeluisteren. Nou, spannend, Simone. Ja. Oeh, wauw. Ja. Spannend. Heel anders. Wel even wennen. Hier is mijn pony een beetje, maar mag ik wel aan plukken? Nee. Ja, anders. Leuk. Is het sexier? Is het vrouwelijker? Is het stoerder? Is het... Nou, het is wel sexier inderdaad. Mijn ogen springen er ontzettend uit. En ja, ik vind de kleur heel mooi van haar. En ja, anders. Ja, ik ben benieuwd wat ze er wel vindt. Wat vind je er zelf van? Ja, ik vind mijn make-up wel mooi, maar inderdaad niet voor dagelijks. Maar ja, daar hadden we ook al over gehad. Het is leuk voor als je op stap gaat of een keer weggaat. Ja, maar je bent weer vrijgezel, dus je moet weer op stap. Dus ik zou het me elke dag doen. Oké. Okay. Nu zijn we. Nou, ik ben ook heel benieuwd. Ja. Mama, ben je er klaar voor? Jazeker. Jij ook? Ja. Ben je nerveus? Spannend. Ja. Heel nerveus? Nee, niet heel nerveus. Niet meer zo heel straks. Zullen we maar gewoon laten zien? Graag. Zo, dat is echt heel gaaf. Zo anders. Ook vind het echt leuk. Het is echt leuk. Dat had ik niet verwacht. Het is echt heel leuk. Ik vind het echt leuk. Beschrijf eens aan je moeder wat je ziet. Wat? Ja. Het is heel anders. Dat is anders. En dat zeg ik niet. Oh.
veel jonger, denk ik. I feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. Zometeen zullen moeder en dochter elkaar gaan zien. Eerst vertelt Dijon wat de trends op het gebied van kinderkleding zijn. Moeder en dochter zien er op dit moment al goed uit, maar Simone heeft ook een broertje van 9 jaar. En ook die willen we natuurlijk een aantal tips geven als het gaat om nieuwe mode. Twee items door elkaar heen gemixt. De Flower Power, dus in die leuke jurk. En natuurlijk de Westen look voor het jongetje. Met de bijbehorende Westen laarzen. En helemaal hot deze zomer is natuurlijk de grote ouderwetse schoolpas. Niet alleen de volwassen mannen dragen colberts, maar ook zeker de kleine ukkies dragen tegenwoordig een colbert. En de meiden zien er gewoon uit als prinsessen met leuke roesjes en kantjes en de bijpassende accessoires. Thema rock. Stoere details, stoere laarzen, stoere slippers, ruwe afwerkingen en gewoon heel veel details. Dus franjes, studs, echt gewoon leuke accenten in dit beeld. Willen jullie misschien heel graag elkaar ook zien? Ja, natuurlijk. Zullen we dan maar? Graag. Zo, anders. Anders. Leuk, je bril leuk. Leuk, hè? Ja, ik leuk. Het is echt leuk. Nou ja, ik ben weer jonger. Ja. Niet meer op mij. Nou, ben je mijn mama. Ja. Je haar is echt leuk. Ja, jou ook. Het is echt leuk. Nou, dankjewel. Sometimes I wait to catch the sun. Watch it rise before. Ik begon vanochtend van ze zijn een beetje onzeker en hebben weinig zelfvertrouwen. Hoe voelen jullie jezelf nu? Nou, een stuk beter. Vol zelfvertrouwen. Ja, helemaal blij. Ik zag wel traantjes bij je. Ja, maar dat was van geluk hoor. Gelukkig. Geniet ervan en succes met de nieuwe ik. Ja, we hebben ontzettend genoten vandaag. Het was een heerlijke dag. Vind je ook dat je er mooi uitziet? Ja, ik vind ook dat ik er leuk uitzie. Jij? Ja, ik ook. Om te even wennen, maar ik vind het leuk. Hartstikke bedankt. Jullie ook. Make Me Feel So Good werd mogelijk gemaakt door Brainwash en Winkelhard Etten-Leur.